Sharon Schouten van Senioren Welzijn. We zijn in de flat in Schiedam-Noord. Sharon, eerst over Senioren Welzijn. Wat is dat voor organisatie? Senioren Welzijn zet zich in voor thuiswonende ouderen van 55 plus. En dat doen we op veel verschillende manieren. We hebben een ontmoetingscentrum, maar we gaan veel ook de wijken in en op huis bezoeken om mensen te ondersteunen waar mogelijk. Vandaag een leuke actie. Vertel, wat gaan jullie doen? Nou, vandaag zijn we in de Zwaluwflat en brengen we soep langs bij mensen die daar behoefte aan hebben. En dat niet alleen, we geven ze ook informatie over aankomende bijeenkomst over veiligheid. Omdat we veel signalen opvangen dat mensen toch wel wat angstiger worden tegenwoordig. Je hoort het zelf ook wel veel met phishing en dat soort dingen. En hoe mensen zich daar tegen kunnen verweren, onder andere. Nou heb ik grote pannen soep gezien. Die heb jij niet gisteravond klaarstaan maken. Hoe komen jullie aan die soep? Nee, zeker niet. We proberen heel veel samen te werken met mensen om die soep te maken. En we hebben nu samengewerkt met Ariane Nachtegaal, koster van de kerk De Ark. En die heeft zich heel erg uitgesloofd en 40 liter soep gemaakt. Nou ja, goed, je kan zeggen, we gaan overal aanbellen, maar de mensen moesten wel iets doen, hè? Hoe is de actie gestart? Ja, het idee is dat mensen een flyertje in de bus krijgen waar informatie op staat over de actie. En als ze dan een kommetje soep willen en een praatje, dan kunnen ze een kommetje naast de voordeur zetten en dan bellen wij aan en gaan we het gesprek aan. Nou, in Nieuwland Willy Heikamp, in Schiedam-Zuid hebben we Mieke Wigmans met JNS. Het wordt wel een begrip, maar is het aan de andere kant niet een soort somber verhaal? Ja, nou, we merken natuurlijk wel dat nu de coronatijd duurt al ongeveer 2 jaar. En dat mensen hier toch nog steeds behoefte aan hebben. En los van corona, is het altijd goed om zelf de wijk in te gaan en mensen op te zoeken. Want niet iedereen komt meer naar jou toe. Dus op die manier proberen we het laagdrempelig hulpvragen op te halen. Ook samen met het wijkondersteuningsteam. Dus dat is echt super fijne samenwerking. En met Argos en Frankenland. Nou, jij bent nog jong. Je gaat de soep aan de deur brengen. Waar willen oudere mensen over praten, Sharon? Nou, het is vooral, dat verschilt heel erg. De ene wil gewoon eventjes vertellen over hoe zijn dag is geweest of haar dag is geweest. En de ander heeft echt een concrete vraag. We krijgen bijvoorbeeld ook wel eens vragen over, wat nou als ik wil verhuizen? Bij wie moet ik dan zijn als ik naar een aanleunwoning wil? Of welke formulieren moet ik dan hebben? En dan kunnen we heel meteen het WOT eigenlijk inschakelen. Dus dat is ook heel mooi. En anderen zijn weer op zoek naar een leuke activiteit voor als het weer versoepeld wordt, wat nu ook weer gaande is. Dus dan kunnen wij gelijk daarop inspringen. Bij deze actie vraag je ook nog aandacht voor een speciale actie. Je hebt een folder bij je. Waar gaat het over? Ja, ik heb een folder bij me over een voorlichting veiligheid. Ik benoemde het net ook al eventjes. En deze wordt in Zalencentrum De Ark, de kerk waar ik net over had, gegeven op 21 februari. En daar kunnen mensen informatie krijgen over veiligheid in de breedste zin van het woord. Dus over online bankieren, maar ook over wie laat je binnen en hoe kan je je verweren tegen dingen die jou onveilig laten voelen. Ten slotte, jij komt bij de ouderen. Hoe gaat het met de ouderen? De ouderen die zijn coronamoe en dat is iedereen. Maar jongeren ook, hè? Ja, zeker. Ja, nee, je merkt wel dat mensen echt weer heel veel zin hebben om onder de mensen te komen, maar tegelijkertijd ook niet meer zo goed weten hoe dat soms moet. En omdat het al 2 jaar duurt, is die drempelvrees waar we dan van spreken ook steeds hoger, omdat het niet meer vanzelfsprekend is om zomaar onder nieuwe mensen te komen. En dat best nog wel aandacht vraagt om mensen weer te kunnen activeren nu, ja. Ten slotte, ik als grote soepliefhebber, wat voor soep zit er in de pan? We hebben heerlijke groentesoep, niet te zout, zodat mensen zelf naar smaak kunnen maken. En het is gewoon heel lekkere soep. En gezond.